van Real Madrid, maar speelt, ondanks de uitslag, een goede wedstrijd. Ik ben er doodziek van. De spelers hebben ook vooral met hun hart gespeeld, met lef en moed. En hebben zich daar helaas niet voor beloond. Ja, als je zonder geloof daar naartoe gaat, dan kan je beter niet gaan. Dan heb je toch het gevoel van, misschien kunnen we voor een steun zorgen daar zo. Mañana tenemos que hacer un gran partido y trabajar en grupo los 90 minutos y hacer lo que hicimos en Ajax. Misschien in hun instelling willen ze nog een prijs halen, dan is dit de laatste weg voor hun. Wij strijden nog op 3 fronten, maar het is duidelijk, wij willen zeker net zo graag natuurlijk. Ramos de baas achterin is. Ja, dat is toch een aderlating als zo'n speler, zo'n persoonlijkheid, als die ontbreekt. Dan worden ze zeker niet sterker op. Als we hetzelfde kunnen brengen als in Amsterdam, ja, dan is er wel mogelijk. De druk is hier hoog, nou, daar moeten we wat mee doen. Ja, maar dit is fantastisch. Als je hier geproefd hebt, de Champions League, het allerhoogste podium op clubniveau, dat prikkelt. En dat daagt ongelooflijk uit. Spelers willen los. Dat merk je gisteren al, dat merk je vandaag. Ze hebben er echt zin aan. To believe. With this team, a lot of you can do a lot of things. Here's Tadic. Is it off for Hakim Ziyech? Goal! It's the dream start. It is Veer Ziyech. They're daring to dream now, all right. Cuckoo. Pelota que hace una post. Wonderfully well done, Sam Tadic. Oh, slips it through. Can't do it. Still going. Got the end. Marco Asensio, oh, they've got one back. I think the favourite to take this one because of the angle. No. Yeah. 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 Stunning! Che golazo de Schöne! Nu moet Real de 100 maken. Ajax wint in Santiago Bernabeu. 5 maart 2019 zal in de historieboeken bewaard blijven. Als de avond dat Ajax Real Madrid voetballes gaf op een geweldige manier.